We starten voor deel 3 van de grens van Plant Zuid op de dam van de Amstelveenseweg ter hoogte van het Noord-Amstelkanaal. Deze dam verhindert de vrije doorvaart naar de andere kant van de Amstelveenseweg en zorgt ervoor dat dit kanaal doodlopend is. We rijden via het verkeersplein dat in de volksmond het Haarlemmermeercircuit genoemd wordt, de Cornelis-Kruisemanstraat in. Daar staat aan de linkerzijde de katholieke Sint-Agneskerk, die gebouwd is door een van de belangrijkste kerkenbouwers van ons land, de architect Jan Stuit. De kerk markeert het meest noordwestelijke gedeelte van Plant Zuid en is in 1996 als Rijksmonument aangewezen. Aan de rechterzijde van de Cornelis-Kruisemanstraat staat een groot complex woningen dat door architect J.C. van Even is ontworpen en tussen 1918 en 1922 gereed is gekomen. Het complex is gelegen tussen de Amstelveenseweg, de Cornelis-Kruisemanstraat en de Pieter-Lastmankade. De bouwblokken aan de Cornelis-Kruisemanstraat zijn uitgevoerd als hoogbouw. Het blok tussen de Pieter-Lastmankade en de Bertelmanstraat als laagbouw. Door het plaatsen van tweede klassebebouwing in een buurt die bijna geheel uit derde klassebebouwing bestond, ontstond er een vermenging van sociale groepen. Bij het Valeriusplein slaan we rechtsaf. Hier zien we het Amsterdams Lyceum. Dit lyceum is het oudste van Nederland en in 1917 opgericht. Het is een ontwerp van de architect H.A. Baanders in de Amsterdamse schoolstijl en werd in 1920 in gebruik genomen. Ondanks de aanpassingen die voor het moderne onderwijs noodzakelijk bleken, heeft het fraaie gebouw tot op heden zijn oorspronkelijke karakter behouden. Na de onderdoorgang van het Amsterdamse Lyceum slaan we linksaf de statige Jan van Gooijkade op. Hier rijden we weer langs het Noord-Amstelkanaal met aan de overzijde de prachtige stadsvilla's aan de Apollolaan. De kade is vernoemd naar de Nederlandse landschapsschilder uit de Gouden Eeuw, Jan Jozef van Gooijen. Deze kade is onder andere bekend door de 1942 opgerichte KNO-kliniek, de Jan van Gooijkliniek. Nu is daar Medisch Centrum Jan van Gooijen gevestigd en is uitgegroeid tot een dagbehandelcentrum met 12 verschillende specialismen. Aan het einde van de Jan van Gooijenkade kruisen we de Emmastraat en we gaan de J.J. Viotta-straat in. In deze straat werd in 2008 in perceel 36 de woning van de Joodse familie Korijn herontdekt. In 1923 trok de familie Korijn naar het pand en uit die tijd moet ook de woonkamer stammen waarin de stijl van de Amsterdamse school harmonieert met Art Deco. De familie Korijn werd gedeporteerd en keerde niet meer terug. De woning heeft jarenlang als studentenhuisvesting gefungeerd. We steken de kruising met de Cornelis-Schuitstraat over. Aan het eind van de J.J. Viotta-straat slaan we rechtsaf de Bandstraat in, om vervolgens de Heijnse straat in te rijden.
We komen nu op het Jacob Oprechtplein, waar de Roll Aaron Schuster synagoge staat. In de jaren 20 van de vorige eeuw trokken veel Amsterdamse Joden weg uit de traditionele Jodenbuurt. Vele vestigden zich in het nieuwe stadsdeel Zuid. Hier ontstond behoefte aan een nieuwe synagoge. De synagoge werd ingewijd op 18 mei 1928. Architect was Harry Elte, een leerling van H.P. Berlage. De synagoge is gebouwd in een zakelijke, strenge stijl. De nieuwe zakelijkheid. In 1995 werd het pand benoemd tot Rijksmonument. We verlaten het Jacob Oprechtplein en slaan linksaf de Bronkhorststraat in. Aan het einde van deze straat slaan we rechtsaf en komen uit op het Roelvaartplein. Het drukke verkeersplein wordt gedomineerd door de monumentale panden van Huize Lydia en het Nieuwe Huis. Huize Lydia is ontworpen door architect Jan Boterenbrood en gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Hij werd gebouwd tussen 1924 en 1927 als de huis voor vrouwen en meisjes. Daartegenover staat het Nieuwe Huis dat in 1927-1928 gebouwd is voor alleenstaande mannen en vrouwen. De architect was J.C. van Epen. Via de Roelof Hartstraat rijden we richting de Hobbemakade. In deze straat wisselen de bouwblokken van Plant Zuid zich af met die van de 19e eeuw. Voor de brug met de Ceintuurbaan slaan we rechtsaf en rijden de Hobbemakade op. Rechts zien we een groot complex van middenstandswoningen, waar onder andere ook het Harmoniehof een onderdeel van is. Het complex is tussen 1919 en 1922 tot stand gekomen onder leiding van de architecten J.C. van Epen en M.J.E. van Lippitz in opdracht van de Amsterdamse coöperatieve woonvereniging Samenwerking. Aan het einde van de Hobbemakade slaan we linksaf en stoppen op de Piet Kramerbrug 406 die over de Boerenweting is gelegen. Hier eindigt deel 3 van de grenzen van Plant Zuid.